Het Centraal Bureau voor Burgerzaken treft voorbereidingen om de afdeling ID-kaarten weer te openen. Dit zegt Dennis Menso, directeur van het CBB. De afdeling ID-kaarten is vanaf 30 maart gesloten vanwege de COVID-19-situatie. Menso geeft aan dat afhangt van de middelen en de verbouwingen die nu plaatsvinden om de burgerij zo spoedig mogelijk weer van dienst te kunnen zijn. Hij legt uit waarom de afdeling gesloten was. Wat we hebben gedaan, we hebben geprobeerd het contact met de medewerkers en de burgers te verminderen en te beschermen. En op basis daarvan moesten we de ID-boot sluiten. De ruimtes zijn vies gekleed, je kan die e-mail niet handhaven. Mensen zitten dicht bij elkaar. En waardoor dat een van de eerste en meest zichtbare afdelingen van CBB is die gesloten werd voor de burgerij. Daarom had je grootste besmettingsgevaar. Er waren hele lange rijen en we moesten even aanhouden tot wat we voorzieningen zouden hebben getroffen, zodat we die dienstverlening na de burgerij kunnen voorzien. We hebben hier, we hebben CBB aanpassingen zodanig dat we dan weer onder normale omstandigheden of gewijzigde omstandigheden toch die ID kunnen produceren. Menso benadrukt dat de verbouwing van de ID-kaartenafdeling en de middelen ontzettend belangrijk zijn voor de toekomst. De CBB-directeur geeft aan dat de COVID-19-situatie leidt tot een bepaald sociaal gedrag in de gemeenschap. Het sociaal gedrag gaat bepalen hoe controleer je de ziekte. Dus wanneer we zeggen de ID-boots een stukje voor ruiming, voordat je kan ontsmetten. Dus al die dingetjes moeten echt worden genomen zodanig dat zowel de gezondheid van de medewerker als van de burger kan worden voldaan. Dus wanneer we gaan opstarten, gaan we niet alle 42 bureaus die we hebben, alle 18 die we hebben, we gaan met enkele beginnen. En eventueel moeten daar misschien wat aanpassingen komen zodat we dan opstarten. Maar de bedoeling is dat we zo snel als mogelijk opstarten. Waarom een stukje vertraging is opgetreden, is vanwege het hele verkiezingsgebeuren. Dat heeft prioriteit. We hebben enorm veel aandacht en tijd om het grootste deel van het personeel van CBB, de werkzaamheden, de basisvoorzieningen voor de verkiezingen moeten verzorgen. En zijn betrokken bij heel wat activiteiten de verkiezingen betreffende. Dat was Dennis Menso, directeur van het CBB. Hij sprak over de voorbereidingen om de afdeling ID-kaarten weer open te stellen voor het publiek.